Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Zoals beloofd de Zara Shoplog video. Oké, laten we beginnen met het eerste item. Dat is deze swimsuit. Die heb ik namelijk al aangehad. Ik zag hem in de winkel, toen wist ik al meteen dat ik deze wilde houden. Er zit ook een goede band in, dus die zorgt ervoor dat ik gewoon alsnog een mooi taille krijg. Niet dat het zo'n plofzakje wordt. Ik heb hiervan een maatje M. En die zit perfect. Ook omdat ik weet van mezelf dat ik een aardig, of tenminste een wat langer bovenlijf heb. En dan zit die anders echt in je kruis. Dat vind ik echt niet mooi. Verder zitten er zakjes in. Dat is altijd handig. Dit jumpsuitje was... Hier heb ik ook geen code meer van. Even kijken. Nou, dat ga ik nog even opzoeken. Dan zet ik dat er wel bij in de beschrijving. Deze hou ik sowieso. Dit hele schattige rokje. Ik zal heel even het knoopje doen. Deze ga ik denk ik ook gewoon echt houden. Ik heb hem nog niet aangehad. Dat ga ik zo even doen. Maar ik vind die kleur al heel erg leuk. Dit rokje. Die heb ik ook in een maat M. genomen. Even kijken hoe duur deze was. Tada! Found it! Dit rokje is €25,95. En voor de Arabaanse volgers €75. Geen geld, al zeg ik het zo. In de background hoor je mijn boyfriend. Dus als je denkt, wat heur ik? Dat is meneer. Oké. Nou, deze gaan we zo even aandoen. Dan hebben we deze. Toen ik thuis kwam had ik meteen zoiets van, ja, volgens mij gaat dit hem niet worden. Dus ik heb volgens mij uiteindelijk toch de verkeerde maat meegenomen. Want dit is een maat S. Dus ik moet wel echt een maat M hebben. Maar deze is zo mooi. Deze ga ik sowieso ruilen. Of tenminste, ik ga hem nog passen. Misschien zit hij wel helemaal goed. Maar ik heb het idee dat hij hier een beetje aan de kleine kant is. Hier zit zo'n mooie plooi. Maar goed, we gaan het zo meteen proberen. Kijk hoe die zit. Nog een heel leuk setje, waar ik altijd helemaal fan van ben. Setjes of jumpsuits, altijd goed. Dat is dit jasje. In een beetje een fale gele kleur. Kijk, zo'n kort modelletje. Tenminste kort, jawel. Nou, valt wel mee eigenlijk ook. Echt heel leuk, helemaal nu ik zo bruin ben. Achterkantje met twee grote zakken. Deze heb ik dan weer wel in een maat S genomen, want die valt gewoon al wat ruimer. En deze was 706. Tot
steeds? Nee. Hoe vindt hij dat nou weer niet? Irritant. Aha. Deze was ook €29,95. Of tenminste in Nederland. Want ik zit nu op de Nederlandse Zara webshop. En hier is die 85 florin. Ik ga eens even kijken of dat nou echt zo dezelfde prijs is hier. Ik denk dat je hier wel ietsje meer betaalt. Dat is namelijk met alles zo op Aruba. En het... Oh! Oh! Wow! Hij is gewoon een tientje duurder dan in Nederland. Huh, daar heb ik nooit echt op gelet eigenlijk. Wow! Wie ziet dat er zoveel bij kwam? Gelukkig ga ik binnenkort lekker een maand naar Nederland. Ik kan daar dan even genoeg inslaan. Dan heb ik dus ook nog een bijpassend broekje. Ik zal hem even netjes opnemen. Altijd als ik een video opneem, gaan er of honden blaffen of komen er honden door mijn scherm heen lopen. Ze zijn echt super cute. En ik vind het leuk dat het bij elkaar past. En dan wil ik er eigenlijk nog zo'n wit topje bij zoeken die gewoon mooi strak zit. Zodat het hier toch wat vrouwelijker is en dan wat stoerder met het jasje. Deze is... Oeh, heb ik ook in de maat S genomen. Maar deze zit volgens mij wel wat ruimer. €19,95. Hopelijk zit hij goed in een maatje S. Voor mij wel, denk het wel. Dan had ik nog een setje. Nou, heb ik hier een beetje mijn twijfels over. Ik vind dit wel echt heel erg leuk, maar ik weet niet of mijn lover dit super nice vindt. Want het lijkt namelijk een beetje op een pyjama stoffie. Moet natuurlijk ook leuk staan. En niet alsof ik net mijn nest uit kom rollen. If you know what I mean. Dat is dit broekje. Ook weer beige kleur en dan blauwe bloemetjes. In een maatje M. Oh. Deze was 65 florin, dus ook €19,95. Dit broekje. Het topje. De voorkant is wat hoger dan de achterkant, dus dan zie je waarschijnlijk een beetje buik. Dat leek me gewoon leuk met mijn slippertjes. Ja, ik weet eigenlijk niet naar wat ik dit zou toedragen naar het strand. I don't know. Ik ga het eerst even passen. Deze heb ik in een maatje S ook. Omdat ik dacht, ja, dit ziet er al best wel ruim uit. En die was ook 65 florin. Dus €19,95. En dan als laatste. Deze wil ik volgens mij ook echt sowieso houden. Eigenlijk een soort van wikkeltop, maar hij zit dan vast hier. Gewoon zo'n mooie crop top blouse. En die had ik dan in gedachten met die lange kokerrok in het beige. Deze heb ik wel in een maatje M. En deze was 75 florin. Wat doet hij nou, Mac? Komen jullie allemaal in de kamer als ik aan het filmen ben? Nou, wat een gezelligheid. Doei doei. Kom maar hier. Dag. Dag, dag. Oké, waar was ik gebleven? Je weet wel dat ik gewoon al veel makkelijker omgaan met alles. Ja. Hey vriend. Mackie, ik ben even aan het filmen. Oké, ik ga snel verder. Waar was ik gebleven? Oh ja, deze prijs was €25,95. Nou, dat is echt helemaal niet duur. Duur. Is echt helemaal niet duur. Dus, dit was het eigenlijk alweer. Even kijken, hoeveel heb ik nou? 1 blouse, 1 setje, nog een setje, een rok, nog een kort rokje. Oh ja, en die jumpsuit. Dat was het.
En nu ga ik alles even passen. En aan het eind van deze video laat ik weten wat ik hou en wat ik terug ga brengen. Oké, okay, be right back. Alright. Daar ben ik weer. Ondertussen iets meer verwaaid door alle wind buiten. Nou. Ik heb het een en ander gepast. En het zit toch... Sommige dingen zitten toch echt anders dan dat ik het helemaal in gedachten had. Dus ik zit eraan te denken om... Nou, jumpsuitje hield ik sowieso, want die had ik al aangehad. Deze rok wil ik echt de maat M halen, als die er nog is. Die lange rok. Dit setje vind ik echt helemaal niks. Het is inderdaad echt een pyjama. En dit gele setje had ik echt... Ik dacht echt dat deze helemaal leuk zou zitten. Maar ik voel me hier... Het broekje zit echt perfect, maar ik vind het jasje echt heel, mij heel grof maken. Ik twijfel heel erg over het gele setje dus. Wat had ik er nog meer? Oh ja, dan heb ik dit setje nog. Ja, ik niet als setje dragen, denk ik. Want ik vind dit een beetje too much. Maar ik ga beide wel houden. Want hier weet ik wel een leuk topje mee. En hier weet ik dan dat ik straks deze rok in een M ga hebben. En dat vind ik wel echt een heel mooie... Ja, dit vind ik wel leuk bij elkaar. Dus deze twee hou ik sowieso. Deze ruil voor een M. En mijn jumpsuitje wordt het dan. Ja. Toch? En hebben we alles gehad. The bag is empty. Nou, vond je dit weer een leuke video? Vergeet vooral geen duimpjes omhoog te doen. En vergeet ook alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bedankt voor het kijken.